Hey, Wilbur. Hey, Wilbur. Ik ben Johnny Kendall en van de Heroes. Zo. Kijk uit, Max Verstappen is. Meneer Prins, die is ernstig ziek en weinig hoop op verbetering, maar hij wilde deze avond graag nog een keer meemaken. Meneer Prins uit Amersfoort, een waanzinnige gitarist. Hij kan helaas niet meer spelen. Graag een applaus voor deze tappere strijder. En mevrouw Prins is ook van de partij, zoals we zien. Uit Amersfoort. Maar die is ook erg erop. I'm gonna look at you. I'm gonna sing my song. Waarom dit programma, vraagt u zich misschien af? Nou, waar ik woon krijg ik ook ieder jaar zo'n keurig boekje van de Schouwburg waar je heen kunt. En dan kom ik ieder jaar tot de conclusie dat er voor oudere jongeren heel weinig op muziekgebied in de Schouwburg te genieten valt. En ja, je wordt bedolven onder de scheidlollige cabaretiers waar ik niet eens op kan komen. Can hear the sound of the working girl.
bandleden aan u voor. Top. Op drums Peter van Rijn. En John Becking. Peter Hesky. En Rob Kloester. Wij hadden u vanavond graag veel meer roemruchte zangers uit de jaren 60 voorgeschoteld, maar we zitten blijkbaar in een wat kwetsbare leeftijd, want links en rechts vallen ze om. Peter Tetro van de T-Set is ons ontvallen, Guus Pleiners van de Bintangs, Jacques Kloes van de Dizzymans Band, die zou meedoen 14 dagen voor we begonnen, overleed hij ook. En eerlijk gezegd ben ik iedere avond blij als het hele clubje weer in busje zit. Veel nog geen seconde. Dat kon die gozer zingen, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, goed, hè? Die, ongelooflijk. Johnny Kendall. Ja, Johnny Kendall. Ik had er nooit van gehoord, man. Hé, hey, was leuk, hè? Grote neus. De laatste keer dat ik naar een wedstrijd ging, ging ik met Van der Gijp naar ADO Den Haag. En toen kwam ik op de tribune op en toen begon midden Noord met een man van 8000 te zingen: Derks en zijn vrouw is een hoer. Oh. Sta je nog even gek te kijken. Komt die Van der Gijp naast te staan en die zegt: ja, als iedereen dat zegt. Yeah.
zijn in die positie, de kinderen zijn de deur uit, de hypotheken hopelijk wat afgelost. Dus we hebben voor het eerst in ons leven wat cent in de zak. Doe er wat leuks mee nu het nog kan. Hè? En ik heb het idee dat heel veel generatiegenoten dat niet doen. En ik laat s'avonds ook nou vanavond thuis om de hond even nog uit. En dan kun je zo even met die mensen naar binnen kijken. Kijk, ik mag het overnemen, u bent ongetwijfeld leuker dan ik hoor. En dan kijk je met die mensen naar binnen en dan denk ik, die doen het niet goed, hè? Zo'n ontevreden vrouw met zo'n botoxkop, achter een glas wijn, met zo'n gezicht van, ik had ook wat meer verwacht van het huwelijk. Die vent met een fles pils op de bank en die zie ik zo naar die vrouw kijken en die zie ik denken, dat wordt vanavond weer geneuken. Dan denk ik, kom op jongens, maak er wat van. Kijk, wij rukken uit. Dit is een volkomen uit de hand gelopen avontuur van ons. Wij dachten 35 schouwburgen zou mooi zijn. We zitten nu op 160, we werken als de pleuris. Dat was nog ook weer niet de bedoeling. Maar als we uitdrukken, dan gaan we tot het gaatje. Hè? En als u wist wat de gemiddelde leeftijd van het gezelschap is, dan schrikt u zich dood. Wij vreten meer Viagra dan Engels erop om op te nemen. En dan was dat een deur voor Joël. Voor Johnny Kendall, voor Emily Ava, voor Theo van Es en natuurlijk voor Rudy Bennett. Ja, dankjewel. Maar dan een heel groot applaus voor Johan Derksen, die het allemaal mogelijk heeft gemaakt. Deze Johan. Dank je Johan. Ja! Please, set me free.